Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 12 februari. Leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen eventjes hier de woonkamer doen. En daarna ga ik mijn vlog verder afmaken. Ik heb het koud, dus ik heb de warmte al wat aangezet. Want het blijft toch een beetje fris in dit huis. Zo, er is er hier een lui. Dus je treedt me gapend aan te kijken. Ben je moe, tijger? Dus ik heb al wel wat gedaan, maar hij is nog niet heel, hij is nog niet helemaal af. Dus daar kan ik dan straks even mee verder. Muisje zit hier naast me, die is heel erg knuffelig. Maar het blijft weer een beetje koud in huis. Gisteravond heb ik 4 handen op 1 buik gekeken. En ik dacht eigenlijk al dat het de laatste aflevering zou zijn, maar dat was dus niet. Want er zat dus nog iemand tussen. Nog een andere bekende moeder, alleen die zat niet in het voorstukje. Dus die hadden ze er niet in gedaan, dus vandaar dat ik die niet had ingecalculeerd. Was ook wel een mooie aflevering. Ja, ik vind het altijd wel een interessant programma. Ik heb daarna Married at First Sight gekeken. Ah, wat ook wel leuk was. Maar ook wel, ja, een beetje, waarvan ik een beetje dacht van ja. Ja, het was een beetje met dat ene koppel, dat had ik al wel een beetje verwacht dat niks zou worden. Het samenwonen doen ze dus ook echt in een huis wat gehuurd is door het programma. Ik dacht echt dat ze in een van de huizen zouden samen gaan wonen van de persoon zelf, maar dat is dus niet. Ze wonen echt samen in een woning die door hun gehuurd is, waar ze dus allebei niet wonen. Voor de rest... Ik heb daarna nog wat gekeken. Nee, ik heb daarna nog even wat foto's gemaakt voor een artikel. Ik heb daarna ook nog een artikel geschreven. Ik heb mijn foto's bewerkt, maar nog niet helemaal af. Ik heb nog even in de Vlaamse pot gekeken en daarna ik Lee. Op zich vond ik het een hele leuke aflevering, maar ik vond dat er dit keer weinig in gezongen wordt. Soms heb je een aflevering, dan wordt er zoveel in gezongen. Dan zijn het nummers die ik eigenlijk ook helemaal niet echt ken of niet zo leuk vind. En nu was het een aflevering... van Lady Gaga en Katy Perry. En er werd eigenlijk heel weinig in gezongen. Dus dat vond ik dan wel weer jammer. Er werd ook verder niet meer gerefereerd aan de aflevering van de herdenking. Er werd nog wel een keer gezegd van... Finn zou willen dat je wilt doorgaan met je leven. Maar er werd verder niet meer echt gerefereerd. Dus dat is dan ook echt wel een afgesloten hoofdstuk, denk ik. Rex gekeken. Alleen de tv deed gisteravond een beetje raar. Waardoor ik eerst bang was dat hij het zou begeven. Gelukkig doet hij het gewoon nog. Ik dacht echt even, oh shit, nee. Want in de Vlaamse pot had ik opgenomen, dat keek ik terug. En hij ging heel erg blokken en zo. Maar dat kan natuurlijk ook zijn, omdat het al hele oude afleveringen zijn. Dat de kwaliteit van opname gewoon minder is. Mijn boek is bijna uit. Dan heb ik er hierna nog één. Ik weet niet of er daarna nog een komt. Ik vermoed van niet. Maar dat boek begint wel echt... Ja, ondanks dat ik in het begin dacht, oh, dat is mijn ding niet. Wil ik het blijven doorlezen, vind ik het toch wel... Heel erg spannend. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit verder afloopt. Ja, dat eigenlijk een beetje. Verder niet heel erg veel bijzonders. Ik ga nu eventjes een sop klaarmaken. En dan ga ik hier eventjes een muziekje aanzetten. En dan de schoonmaak. Dus eerder ben ik daar ook weer mee klaar. En dan kan ik aan de vlog gaan werken. En ja, wordt dat een beetje de middag. Dus ja, dat ga ik even doen. Ik ben klaar met schoonmaken. Nu ga ik editen. Dus ik hoop dat ik de vlog af krijg. Het is 3:30. Dus ik heb nog zeker 3 kwartier. Dus ik ga er nu even aan beginnen. En dan kijken of ik hem afkrijg. Het zou fijn zijn.
Zo, de vlog is af. Hij is nu aan het renderen en dan moet ik hem straks zeven. Maar ik heb het nu op de slaapkamer gezet, want de laptop moest aan de stroom. En ik ga zo even relaxen. En dan vind ik het niet zo fijn als de laptop er staat met de katten erbij. Dus dat is wel fijn. Dan hoef ik straks alleen nog even die foto's te doen. En dan kan ik vanavond mijn artikel schrijven. En dan ben ik redelijk rond. Vanavond heb je Ajax. Dus dat wordt weer op twee schermen kijken. Ajax, ik kijk Help en Man is Klusser. Uiteraard Goede Tijden, Slechte Tijden. Daarna kijk ik even Down met Johnny. Dat neem ik dan even op. Want dat vind ik ook wel heel leuk. Het is de laatste aflevering. Het is volgens mij ook iets met Feyenoord. Nou ja, ik ben zelf geen Feyenoord liefhebber. Maar voor die mensen is het natuurlijk hartstikke leuk. En het grootste lachetje is dat Johnny de Mol iets met Feyenoord moet doen. En hij een grote Ajax fan is. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ga nu zo even relaxen. Straks douchen en even lekker eten. En dan lekker op de bank tv kijken. Dus daar ben ik wel aan toe. Ik ga jullie dan morgen weer zien. Morgen zal ik niet heel veel vloggen. Want ik heb morgen een afspraak waar ik eindelijk de uitslag krijg van de testen. Die ik ergens in oktober al een keer heb gedaan. September, oktober. Dus dat vind ik wel heel spannend. Maar dat is weer voor morgen. Dus ik kijk vanavond ook nog even Clearrex. Dus dat is mijn avondje. Dus verder niet heel bijzonder. Maar ik zie jullie dan morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 13 februari. Ik ben klaargemaakt. En ik moet zo meteen weg. Ik moet zo meteen... krijg ik de uitslag van de testen die ik heb gemaakt. Dus op zich best wel spannend. Maar ik ga er niet vanuit dat er echt iets uit is gekomen. Maar je weet het nooit. Dus ik heb vandaag niet echt iets om te vloggen. Ik heb gisteravond lekker mijn serietjes gekeken. Help mijn man is klusser. Ik heb gekeken naar... Touw met Johnny, Glee en Rex. Dus dat was een beetje mijn avondje. Foto's bewerkt. Vlog is online gekomen. Dus ja, dat is allemaal gelukt. Was verder ook allemaal wel leuk. Ik had heel leuk mijn lens in, maar mijn rechteroog die was om te gaan. Dus ik dacht, oké, laat maar. Ik had ook heel leuk een witte broek aangetrokken, maar die zat me zo mee. Het is te groot dat het er niet werkt. Dus die heb ik ook weer uitgetrokken. Waardoor ik nu weer in mijn oude vertrouwde Lidl boekje leef. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de oneenigheid. Ik ga nu eventjes nog wat drinken. Ik ga even gauw de stofzuiger erbij trekken. En dan wacht ik tot ik zometeen word opgehaald. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Oké, ik heb me dus gewoon een uur van tijd vergist. Waardoor ik dus nu gewoon nog een uur heb. Waardoor ik dan maar even ga bullet journalen. Want ik heb dus nu alles al klaar. En ik dacht dus echt, we moeten er pas om 3 uur zijn. Maar het was dus 4 uur. Dus ja, dat was niet zo heel erg slim. Dus ja, nu ga ik dan maar even bullet journalen nog, denk ik. Want ja, ik heb me gewoon vergist van een uur. Of ik ga eventjes alvast mijn video in elkaar zetten. Maar de hele tijd denk ik gewoon dat ik even alvast lekker in mijn nieuwe bullet journal aan de gang ga. Was gewoon eigenlijk niet slim. Maar misschien ga ik eerst wel even spullen van de Action opruimen. Want ja, ik heb nu dus gewoon nog een heel uur om wat te gaan doen. Dus dat was niet zo heel erg slim van mij. Maar ja, goed. Het is niet anders. Ik was expres al vroeg uit mijn bed gegaan daarvoor. Maar ik heb dus gewoon echt nog een uur. Dus dat was niet slim. Ik ga mijn schoenen uitdoen. Ik ga even wat doen en dan ja... Misschien dat ik jullie dan toch nog ergens bij zet. Want ik dacht echt dat het pas dat het om 3 uur was. Dus ik weet niet waar ik zat met mijn gedachten. Ver weg in ieder geval. Dus ik ga dat nu maar eventjes doen. Thank you.
Zo, ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis. Het is ook echt al bijna 19:30. Ik heb net mijn eten op. Ik was een beetje laat met alles. Omdat ik me dus had vergist in de tijd van de afspraak. Omdat ik echt dacht dat het 3 uur was. En bleek dus 4 uur te zijn. We hebben het besproken. Ik wil er nu nog even niet te veel over zeggen. Er is wel wat uit de test gekomen. Maar ik moet het eerst even zelf allemaal laten bezinken. Misschien dat ik er later nog wat over terugkom. Maar... ik weet ook eigenlijk niet waarop ik getest was. Maar misschien dat ik daar morgen nog even wat meer over vertel. Ik wil nu gewoon even alles tot me door laten dringen. En gewoon even lekker mijn avondje doorkomen. Ik ben er op zich niet down of zo door. Maar ja, als je het zelf niet verwacht en het komt toch. Dan weet je wel van, oké, ik had hem niet zien aankomen. Dan ben ik een deel van mijn nagellak kwijt. Dat is minder. En mijn camera doet een beetje raar. Vandaar dat ik even met de telefoon film. Want hij stelt niet echt scherp. Dus ik denk dat ik hem even moet resetten vanavond. Dus ja, dat is het eigenlijk. Nou, voor de rest eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik heb mijn boodschapjes gedaan. Die kan ik jullie zo wel even in de tas laten zien. Ik had net echt zoiets lekkers gegeten. Ik heb dat gekocht bij de Lidl. En dat zijn deze kippetjes. Dat zijn filethaasjes gemarineerd. Dat is heel erg lekker. En ik heb een fles trojka, lieve mensen. Deze was nu in de aanbieding hoor. Normaal vind ik hem te duur. Normaal kost een fles 17 euro. En nu was een fles 10 euro. En ik vind het af en toe best wel lekker om te drinken. Dat is een van mijn favoriete drankjes. Vroeger kocht ik het heel vaak in blikjes. Alleen die blikjes die zijn er dus niet meer. Ik kan jullie even de boodschapjes laten zien. Even een beetje lastig nu zonder de camera. Allereerst heb ik 3 dozen van Latte Macchiato Caramel gehaald. Want die was nu in de aanbieding. 3 voor 10. Dat wil ik wel een keer doen. Maandverband. Niet heel interessant. Dan ga ik even wat in de vriezer doen. Even scheerschuim. Een flesje met olie. Die gebruik ik altijd in mijn groenten. Dus ik had ook broccoli, maar die ligt al in de keuken. Chocomel, die zo gelijk koud moet. Oh, dat is zwaar hoor, met 1 hand. Een zak met kattenvoer. Meestal als ik een zak aanbreek, haal ik gelijk een nieuwe. Ik heb bij de Lidl Oki Octopus meegenomen. Want die had ik bij elkaar gespaard. Dus, hallo Oki. Die kan naar boven. Die hou ik boven netjes neer. Ik heb bonen 2 keer, want ik ga lekker morgen nog een keer bonen eten. Ik heb eventjes koffiemelkcupjes gehaald. Ik heb spekjes. Ik heb een frietsaus. En ik heb runderriplappen voor zondag van brengen in de frieten. Patat. En 2 zakken aardappelschijfjes. Dus dat is alles wat ik heb gehaald. En ik had van die oma's frieten, maar die heb ik al gegeten. Daar moet ik zo even opruimen. Ik ga nu even mijn afwasje doen. En dan ga ik even lekker zometeen op tijd klaar voor GTS thee. En vanavond kijk ik Alberto Stegeman, Meester Frank Visser. En ik ga eventjes kijken naar Klee en Hudson RX. Dus dat is mijn avond om wat foto's bewerken. Misschien nog even video in elkaar zetten. Maar goed, dat ga ik nu allemaal lekker doen. Ik zie jullie morgen weer in ieder geval. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 14 februari. Ik ben klaargemaakt en... ja, het is Valentijnsdag. Ik heb er zelf helemaal niks mee, maar dat geeft niet. Ik ga vandaag even lekker bullet journalen. Misschien boven nog even wat opruimen, maar het is al wat later, want ik heb even wat telefoontjes gedaan. Dus vandaar dat ik ook wat later de vlog start. Ik ga zo eerst even lekker stofzuigen. Ik ben een beetje bijgekomen van gisteren. Ik ben er nog niet helemaal klaar voor om het te delen met jullie. Misschien dat dat de komende dagen nog komt. Maar ik ben het nog steeds een beetje op mezelf aan het inwerken. Dus misschien dat ik er de komende dagen nog wat over vertel. Maar anders horen jullie het later. Ik ga zo gewoon denk ik even lekker bullet journalen als ik heb stofgezogen. En dan een beetje opruimen. Gisteravond heb ik Alberto Stegeman gezien. Was een spannende aflevering met politieachtervolging. Het was een vervolg op vorige week. Dus dat vond ik echt wel heel spannend. Daarna heb ik Meester Frank Visser gekeken. Ja, het ging er over heel recht van over. Want daar word ik af en toe een beetje moe van. Dat hebben ze wel heel erg vaak. En ja, Klee gekeken. Hudson en Rex. En dat... ja,
was op zich ook dikke prima, dus verder niet heel bijzonder. Ik ga zo ook even de groenten alvast afhalen en even de boodschappen naar boven brengen. En dan ga ik eerst even hier stofzuigen, want ik had gisteren niet zo heel grondig gedaan. Omdat ik dus dacht dat ik al bijna weg moest en dat hoefde dus niet. En toen had ik eigenlijk geen zin meer om de stofzuiger erbij te pakken. Inmiddels zijn mijn nagels zien er echt niet meer uit, want er zijn er steeds meer aan het verdwijnen. Dus ik ga dat vanavond gewoon even losweken, zodat dat eraf kan. Dan kan ik zondag weer even een nieuw kleurtje erop doen. Dat vind ik toch iets handiger, want als ik foto's aan het maken ben, dan beschadigen ze vaker. Of ik moet met mijn handschoenen werken en dat is niet zo heel erg praktisch. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu een beetje de planning. Ik heb een beetje hoofdpijn, ik heb een beetje raar geslapen. Het was weer eventjes helemaal kut. Dus het was gewoon even allemaal niet zoals het wezen moest. Dus, dat was dat. Ik ga nu eventjes eerst maar even stofzuigen en even de verwarming wat omhoog doen, denk ik. Want het is best wel frisjes. Ik wil eigenlijk wel even een wasje aanzetten, want de wasmand is al best wel weer vol. En dan kan... Deze is wel bijna droog, dan kan ik die van het weekend ook even opruimen. Maar eerst maar even stofzuigen en dan ga ik jullie er gewoon bij zitten als ik weer even lekker ga knutselen. Want daar heb ik ook wel echt even zin in. Ik heb even lekker opgeruimd. Ik heb het echt onwijs koud, maar het is ook best wel fris. Ik heb al even lekker weer wat kunnen werken. Het voelt wel echt heel goed in mijn nieuwe bullet journal. Alleen ik heb een klein foutje gemaakt en dat is wel weer een irritatiepuntje voor mij. Een schrijffoutje, dus die moet ik nog even zien weg te werken. Dat vind ik gewoon heel erg irritant. En er komt een stukje perfectionisme naar boven, wat gewoon echt een irritant trekje kan zijn. Ik moet vanavond nog wel even verder de video afmaken. Ik ben gisteren wel een stukje al begonnen, maar het editprogramma deed een beetje gek. Dus dat moet ik nog even afmaken. Ik moet nog een artikel schrijven. Vanavond natuurlijk weer lekker flikken Maastricht, waar ik heel erg blij van word. Dus dat vind ik wel heel fijn. Daarna kijk ik even de beste kijkers. Heet dat geloof ik. Heb ik gisteravond opgenomen. En met eten kijk ik eventjes de slechte chauffeur verder af, want daar was ik ook mee begonnen. En dat wordt een beetje mijn avondje. Lekker relaxed en straks lekker eten. Eerst even lekker douchen en dan ga ik gewoon een lekker avondje houden. Oh, ik heb een ikak momentje, maar dat komt gewoon omdat ik niet zo heel lekker heb geslapen. Dus vooral veel schrijfwerk nu, maar ik vind het ook wel weer heel erg leuk. En ik wil het nu weer zo perfect doen, waardoor ik alweer achterloop en... Ja, dat is soms eigenlijk niet helemaal haalbaar. Maar goed, dat is een puntje wat bij mijzelf hoort, wat ik moet accepteren. Katjes hebben net lekker eten gehad, dus die zijn ook weer voldaan. De buikjes zijn weer vol. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik zie jullie dan morgen weer, want ik heb verder toch niks meer te doen. De was heb ik nog niet aangezet, want er moet nog wat dingen bij. En ik dacht, dan doe ik het morgen gewoon. Dan kan ik deze eerst even rustig opruimen en opvouwen en zo. Dus ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien en lekker genieten van mijn avond. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 15 februari.
Ik ben net klaargemaakt. Ik heb even wat opruimdingetjes gedaan. Even de make-upjes van mijn favoriete producten, die heb ik even opgeruimd. Ik moet echt even gaan reorganiseren, want het ziet er echt niet uit. Maar misschien morgen of maandag eventjes. Ik ga zometeen in ieder geval even mijn kwasten wassen. En dan ga ik ook de nieuwe Echo Tools kwasten wassen, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben. Want hoe komen die eruit als je ze gewassen hebt? Omdat ze toch wel bamboestelen hebben. En daarna ga ik denk ik nog even knutselen, want ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik ben nu zo lekker op dreef met dat bullet journal, dat ik er eigenlijk gewoon een keer af wil maken. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Flikker Maastricht was wederom weer een hele mooie uitzending. Ik lees wel dat heel veel mensen dit seizoen slecht vinden. En ik denk, ja, ik vind het op zich het seizoen best wel gewoon heel erg goed. Ja, en op een gegeven moment moet je, weet je ook niet natuurlijk of je nog nieuwe dingen kunt verzinnen. Want het is natuurlijk wel zo dat je als je al 14 seizoenen meeloopt, het best wel moeilijk wordt om elke keer weer een nieuw verhaal te verzinnen. Ze hebben natuurlijk ook al heel veel meegemaakt, maar ik vind het seizoen nog steeds goed. Daarna heb ik De Beste Kijkers even gekeken. Ik heb ook wel heel erg gelachen. Ik vind die humor gewoon heel erg leuk. Ruben Nicolai doet dat presenteren en dit jaar was het voor het eerst zonder Bo van Erven-Dorens. Normaal is het twee vaste teamcaptains. Dat zijn Jeroen van Koningsbrugge en Bo van Erven-Dorens. Bo van Erven-Dorens die kan het dit seizoen niet doen, omdat hij te druk is met andere werkzaamheden. Dus Martijn Konings zat er nu. En ze hebben nu elke week een gastcaptain, zeg maar. Dit keer was het Loretta Schrijver. En aan de kant van Jeroen van Koningsbrugge zat Erik van Looy. Dat is een Belgische presentator die vooral bekend is van De Slimste Mensen. Ik heb daar ook wel eens filmpjes van gezien. En dan zit bijvoorbeeld Philip zit daar en ook wel eens Jeroen van Koningsbrugge. En die kerel die heeft zo'n apart lachje. Echt, je gaat er gewoon van meelachen. Echt een aanstekelijk lachen. Dus dat vond ik ook wel vermakelijk. Naar Klee gekeken. Vanavond heb ik weer een kerstaflevering van Klee. Ja, ik kijk het wel, maar het is nog niet dat ik zeg yes. En Hudson en Rex, dat vind ik nog steeds echt een hele leuke serie. Mijn artikel is online gegaan en ik heb ook mijn video heb ik ingepland. Dus dat was eigenlijk mijn avond niet heel bijzonder, maar gewoon lekker relaxed. Dus dat een beetje. Ik ga nu eerst even hier de stofzuiger er doorheen trekken, want het is weer vol haren en kattengrietjes, omdat de katten momenteel heel erg verharen. Dat is echt het seizoen. Ik hoor het echt van heel veel mensen die katten hebben, die zeggen van, vraag ik, goh, verhaart jouw kat ook zo? Ja, onwijs. Dus dat is gewoon even iets wat erbij hoort. Ik denk dat ze misschien hun winstervachtje aan het verliezen zijn. Ik weet het niet precies, maar de haren dwarrelen gezellig rond. Echt, hoe kom ik vandaag lekker uit mijn woorden? Niet. En dan ga ik daarna even de kwasten wassen. En ik ga jullie gewoon bijzetten voor zover dat lukt. Ik heb mijn nagellak verwijderd. Heel fijn. Die methode die ik gebruik is echt top. Ik vind het echt heel erg handig. En ik ben daar ook wel heel erg blij mee. Want nu zijn mijn nagels gewoon. Ja, hier zie je nog een paar randjes. Maar die veil ik dan weg. En dan kan ik het morgenavond even opnieuw doen. Vanavond doe ik even voor het douchen met teennagels ook even nagellak vrijmaken. En die doe ik dan al vanavond. Dat vind ik altijd een rotte klusje als mijn nagels op me komt. Omdat je s'avonds koude voeten krijgt. Als je je nagels gaat lakken. In deze tijd van het jaar krijg je last van koude voeten. Althans, ik wel. Dus aangezien ik al niet zo'n warmtebron ben, heb ik altijd van die koude voeten. Maar goed, dat nemen we voor lief. Ik ga nu even wat doen en ik zal jullie verder bijzetten. We'll be right back.
gaan maken met wat snoertjes. Die is volgens mij niet echt lekker zichtbaar, omdat het licht niet heel lekker is. Dus ik wil het even in de douche laten zien. Daar is het licht iets beter. Maar die heb ik dus nu in mijn nachtkastje staan. En hier zitten dus gewoon alle snoertjes in die ik zowel nodig heb. Mobiele opladen, dat soort dingen. Dus die heb ik net even gemaakt. Ik zal hem even terugzetten. Want dan is het even iets overzichtelijker. Want ik werd een beetje gek van alle snoertjes. Even iets beter. Er moet er nog wel eentje bij. Want die van Iri, er zit er nog niet in. Ik ga hem bij doen. Heel goed. Ik ga eerst aan licht. Zo, ik heb lekker alles opgeruimd. Ik ben wel even lekker bezig geweest. Het was wel even leuk weer om weer even gewoon wat dingetjes te doen. Ik ben al best wel ver. Ik heb januari nu afgerond op wat plakdingen na en wat stempeltjes. Dus dat voelt goed. Dus we gaan van de week verder met februari. Ik ga zometeen even nog lekker relaxen. En dan ga ik straks even douchen, eten. Vanavond kijk ik dat met Linda de Mol, die ding. Vind ik wel heel erg leuk, die quiz. En voor de rest eigenlijk, ik neem even al de kern nou op. Ja, de katten zijn een beetje aan het klieren. Dus dat ga ik opnemen. Kijk ik dan later eventjes en kijk wie ben ik. En vanavond dan Klee en Hudson en Rex. Alleen Klee vindt dan niet zo leuk omdat het een kerstuitzending is. Nu ga ik verder ook niet zoveel meer doen eigenlijk. Ik heb een productief middagje gehad. Ik ben blij dat de kwasten weer schoon zijn. Die ging ook goed trouwens met de Echo Tools kwasten. Dus dat was ook mooi. En nu ga ik lekker een rustig avondje houden. Ik heb vanavond ook niet echt veel computerwerk, maar dan moet ik even kijken. Dus dat ga ik vanavond wel even zien. Ik ga in ieder geval mijn teennagels lakken. Ik ga straks die lak er even afhalen voordat ik ga douchen. En dan ga ik die alvast doen. Dan doe ik morgen mijn vingernagels wel. Ja, en dat is het eigenlijk wel. Dus ik ga jullie dan morgen weer zien, want ik heb nu verder toch niks meer te vertellen. Of iets waar ik jullie bij kan zetten wat ik ga doen. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 16 januari. Ik zit lekker op de bank. Ik heb de stream aanstaan. Ik zal het even iets zachter zetten. Want Ajax komt zo meteen. Verwacht niet een hele moeilijke pot. Want we moeten tegen RKC. Dus op zich moet dat kunnen lukken. Maar je weet het nooit. Gisteravond heb ik weer meegespeeld met deze quiz is voor jou. Ik vind hem wel echt een stuk moeilijker als weet ik veel. Omdat dit heel vaak open vragen zijn. En bij weet ik veel heb je eigenlijk altijd 4 of 3 keuzes. En ja, dat is hier niet altijd. Voor de rest denk ik dat je echt heel erg moet opletten of heel veel kennis moet hebben. Volgende week begint weet ik veel weer. Dat vind ik ook wel leuk. Daarna heb ik Wie ben ik gekeken. Was ook voor het laatst. Ik vind het op zich ook wel prima. Want ik vind het wel leuk om naar te kijken. Maar ik merk wel dat het vaak een beetje hetzelfde is. Ik heb Glee gekeken. Dat vond ik iets minder leuk. Omdat het weer een kerstuitzending was. En het was wel heel anders. Maar het was ook echt een kerstuitzending nog van 2012. Dus hier was Finn eigenlijk ook nog niet echt dood. En hier waren 2 nog uit elkaar die nu gaan trouwen. Dus Finn kwam er niet in voor hoor. Maar omdat het 2012 was en je weet dat hij in 2013 was overleden. Dus dat vond ik een beetje rommelig. Daarna heb ik weer Hudson en Rex gekeken. Dat was weer echt super leuk. Ik vind dat echt een aanrader. Ik vind dat echt een leuke serie. Dus dat is wel heel erg leuk. En het waait buiten. Het is Storm Dennis, maar ik vind hem niet heel erg heftig of zo. Het is wel gewoon weinig, maar ik vond Storm Kiara heftiger. Dat eigenlijk. Ik moet zo even mijn ult raspen en even stofzuigen, want ik heb echt heel erg last van mijn voeten. Bij mij gaat ult, dat wordt heel snel heel dik en dat moet ik gewoon echt eigenlijk heel veel bijhouden. Maar ja, dat heb ik nu alweer even niet gedaan en ik heb er nu gewoon echt last van. Even mijn foto's maken en ijs kijken. Dus dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Gisteravond ging er nog een glas cola over de vloer. Daar baalde ik een beetje van.
En ze konden er niks aan doen, hoor, want een van de katten heeft het gedaan. Maar dan kwam ze schrokken, want het wasrekje wat aan mijn deur hangt, die kwam naar beneden. En daar schrokken ze gewoon heel erg van. Dus uit schrik hebben ze mijn glas cola omgegooid. Maar ja, dat pikt altijd zo. Dus ik heb gelijk eventjes een handdoek opgelegd. Ik heb even de dweil doorheen gehaald. Maar ik had het idee dat daarna nog een beetje pikt. Maar ja, goed, zoals ik zeg, dit keer konden ze er echt niks aan doen. Ik ga even stofzuigen en mijn eelt en zo doen. En ja, dan ga ik eventjes mijn foto's maken en ijs kijken. Dus ik ga vandaag jullie niet echt ergens bij zetten. Want het is zondag en ik heb verder ook wel een chill dagje. Maar dat is in ieder geval voor mij nu de planning. En ik zie jullie dan later weer eventjes. Zo, foto's zijn klaar. Katten hebben net gegeten. Ajax is afgelopen. We hebben gewonnen met 3-0. Dat is altijd mooi meegenomen. Vanavond even mijn nagels doen. Ik heb meteen al wel klaar met mijn vingernagels. Moeten nog even. Vanavond kijk ik Holland tegen België. En het Meisje van Plezier begint weer. En dat vond ik wel een hele leuke serie. Dus dat ga ik kijken. Ik denk ook nog even Noodcentrale. En sowieso Klee. En vanavond is het weer Rex. Want die is weer op RTL Crime. Verder was het een lekkere relaxed dag. Ik ga zo ook nog eventjes lekker chillen. Want ik ben moe. En ik heb steeds een traanoog. Echt heel erg vervelend. Ik weet wel weer waardoor ik moe ben. Want ik heb er niet al te top geslapen. Dus dat is het waarschijnlijk. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb nu verder toch niks meer. Ik ga straks mijn vlees opzetten. Lekker eten. Even lekker douchen. En dan ja, gewoon even lekker benieuwdjes doen. Vanavond nog wat foto's bewerken. Maar gewoon lekker voor de rest lekker voor de buis. Dus ja, ik ga jullie dan morgen weer zien. Want ik ga nu lekker relaxen. Hele goede middag op deze maandag. Het is 17 februari. Ik ben klaargemaakt. Het slechte nieuws is dat ik net op een nieuwe plasvlek op de bank zat. Het goede nieuws is dat er binnen nu en in niet al te lange tijd een andere bank gaat komen. Dus we moeten het gewoon nog even accepteren. En ik snap het nu wel. Ze doen het gewoon omdat die bank die ruikt al zo. Dus dan gaan ze gewoon een territorium afbakenen. Terwijl de kattenbak schoon is. Dus dat was even die safari. Dus ga ik zo meteen even lekker nog meer inspreken. Ik heb nu wat dasty opgespleten. Dan ga ik maar eventjes de het geurtje erop doen. En dan ja, zuig ik hem wel weer af. Maar er komt dus binnen nu en een niet al te lange tijd een andere bak aan. Ik wil nog even terugkomen op de testuitslagen. Ik was namelijk getest op autisme. En er is dus ook daadwerkelijk autisme uit die test gekomen. Ik had het zelf niet verwacht. Toen ik die testen ging doen, ik ben er gewoon open in gegaan. Maar ik had niet verwacht, er komt autisme uit. Maar dat bleek dus toch wel dat ik voldoende aspecten had om dat te kunnen vaststellen. Het heeft even een paar dagen geduurd voordat ik het jullie heb verteld. Omdat ik het zelf nog een beetje aan het verwerken ben. Het verandert niks aan de persoon die ik ben. Alleen je hebt er weer een stempeltje bij. En ja, dat is eventjes waar je mee moet leven. Het is niet een hele zware vorm, hoor. Het is wel de lichtste vorm, maar er kwamen vooral dingen uit die test waar ik dus moeite mee had. Maar ook wel dingen waar ik dus geen moeite mee had. En dat was op zich wel tof om terug te lezen. Maar ik, ja, ik ben er nog een beetje mee in ontwenning. Er is mij ook een cursus aangeboden voor meer zelfvertrouwen. Alleen ik denk dat ik die nu nog niet ga doen. Ik ga het woensdag nog verder bespreken. Alleen het begint ook al volgende week. En ik heb toch altijd wel even tijd nodig om dingen te verwerken. En dat vind ik net te snel gaan. Ik kan dat niet binnen 2 weken die knop omzetten. Dus dat vind ik een beetje een lastige. Dus daar ben ik nog niet over uit. Maar die cursus wordt meerdere keren per jaar gegeven. En ik weet niet of ik het nu prioriteit genoeg vind om te gaan doen. Want dat betekent ook dat ik 10 weken geen gesprekken heb die ik nu dus om de 2 weken heb. Omdat dat echt elke week is. En ik vind het nu een beetje zonde. Helemaal nu we bezig zijn met een bepaald boekje. En nu er nieuwe stappen zijn uitgekomen rondom het autisme. Om dat nu dus op te geven om dan eerst zo'n cursus te gaan doen voor zelfvertrouwen. En dat kan natuurlijk heel goed zijn. Alleen ik weet niet of ik het nu al een prioriteit 1 vindt. Ik zeg niet dat ik het nooit zou willen doen. Alleen ik weet niet of ik het voor nu al zie zitten. En ik weet dat die bijvoorbeeld einde van het jaar nog een keer gegeven wordt. Misschien dat er dan minder gesprekken nodig zijn. Ik kan er gewoon niet zoveel over zeggen. Maar ik ga het woensdag verder bespreken. Dus dat was even omtrent te testen.
Gisteravond heb ik gekeken naar Holland tegen België. Was wel leuk, was ook de laatste keer. Dat vond ik ook prima. Daarna was er een dubbele aflevering van Meisje van Plezier. Wat ik wel echt een hele leuke serie vond. Wat ik ook echt heel erg leuk vond dat het weer begon. Want ik wist al dat die heel lang op Videoland stond. Maar elke keer dan, ja, ik heb zelf geen Videoland. Dan zag je al die beelden voorbij komen. Dacht ik van, oh, maar nu komt het wel op tv. En nu is het dus eindelijk gestart. Dus het begon met een dubbele aflevering. Ik heb de noodcentrale gekeken en Klee en Rex. Maar Klee vond ik nu heel erg verwarrend. Omdat ze dus eigenlijk in de aflevering van zaterdag was ze bijvoorbeeld bij de studenten in New York. Waren er allerlei spullen meegenomen. En nu hadden ze die spullen gewoon weer. Bijvoorbeeld een platenspeler en zo. Nu hadden die platenspeler weer gewoon staan. Dus dat vond ik een beetje verwarrend. Rex was weer leuk zoals altijd. Dus dat was een beetje mijn avond. Mijn foto's zijn klaar. En ja, het was gewoon fijn. Ik ga nu even lekker stofzuigen. Dan ga ik eerst even een video opnemen. Ik zat heel erg te twijfelen, want toen ik opkwam was het heel donker in huis. Maar het is nu best wel weer wat lichter. Dus ik kan nu de video gewoon opnemen. Dus dat wil ik even doen. En daarna ga ik nog even lekker bullet journalen. Verder een beetje rustig aan. Want ik heb ook weer niet altijd top geslapen. De nachtmerries waren er weer. Het was heel verwarrend allemaal. Dus daarom doe ik het ook een beetje rustig aan. Dus gewoon even de video. En dan ga ik eventjes bullet journalen. Ik ga nu eerst even de stofzuiger hier doorheen trekken. En die bank een beetje insprayen. Zo, de video staat erop. Dus ik ga nu even lekker bullet journalen. Het is al wel wat later, maar het heeft even iets meer tijd in beslag genomen. Maar dat geeft niet. Ik ga nu nog even wat dingetjes doen. Ik ga gewoon even kijken hoe ver ik kom. Dus ja, ik ga jullie gewoon gezellig bijzetten. Zo, ik heb even de stinkvandenzak uit de deur gegooid, want die vond ook echt niet lekker. Dus die staat buiten. Ik heb het nu echt koud. Ik had de verwarming al hoog gezet, maar ik merk er helemaal niks van. Dus misschien ligt het aan mij. Ik zal zo eens even kijken. Gewoon even lekker bezig geweest. En nu ga ik nog even lekker relaxen. Straks koken en lekker douchen. Vanavond kijk ik Married at First Sight en GTSC uiteraard. Daarna kijk ik uitstel van executie. En ik moet eventjes de slechtste chauffeur opnemen. Maar ik heb wel zin in Married at First Sight. Ik vind het volgens mij wordt het best wel een spannende aflevering. Uiteraard kijk ik vanavond Klee en Rex. Ik moet nog even een artikel schrijven. En ik moet nog even wat foto's doen voor een artikeltje voor morgen. Ik wil eigenlijk nog een persbericht inplannen. Dus vanavond wordt ook gewoon verder lekker een avondje achter de laptop. Ik ben nu moe, ik kom van boven. Dus ben ik altijd uitgeput. Moet ik alleen straks weer naar boven. Want ik zou een shootje meenemen. Die ben ik vergeten. Maar goed, dat komt straks wel. Ik had trouwens mijn nagels ook gelakt. Dit is een ombre kleurtje. En nu heb ik wat koudere handen. Dan zijn ze heel erg roze. Maar als ik hele warme handen heb, dan worden ze heel licht roze. Dus echt heel erg grappig. Dan verkleuren ze. Maar misschien zien jullie dat nog wel de komende dagen. Maar nu heb ik net mijn handen gewassen met koud water. Dus dan zijn ze donkerroze. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 18 februari. Ik moet even een appje beantwoorden. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo meteen even lekker mijn dingen doen. De kattenbak verschonen. En de douche en de gang even. Dus dat is allemaal wel lekker.
Gisteravond heb ik lekker mijn serietjes gekeken. Ik ben zelfs ook wel heel ver gekomen met de vlog. Ik heb Married at First Sight gekeken. Na uitstel van executie, wat ook wel een heftige aflevering was, vond ik. Married at First Sight was op zich wel leuk. Ik verheug me er altijd wel op. Alleen begin ik me nu aan bepaalde dingen een beetje te irriteren. Maar dat heb ik heel snel. Bij bepaalde series zijn er toch een bepaalde dingetjes waar ik me dan een beetje aan erger. Maar ja, ondanks dat blijf ik toch wel kijken. Ik heb Glee gekeken, wat ook wel leuk was. En daarna heb ik gewoon Rex gekeken. Dus dat was een beetje mijn avond. Ik heb mijn artikel online gezet. Ik heb ook nog foto's bewerkt. Ik heb een persbericht ingepland die ook al online is. Dus op zich lekker bezig geweest. Ik heb mijn boek uitgelezen. En het was dus die maffia-serie. En het is maar goed ook, omdat er in die boeken zijn er best wel veel schietpartijen. En dat had ik dus gisteren. Het laatste deel ging echt puur over een schietpartij. En ik neem dat dus mee in mijn droom. Waardoor ik dus in mijn droom ook in een schietpartij beland. Waarin ik gelukkig zelf nog nooit iets heb meegemaakt. Maar dat komt dan puur door dat boek. Omdat ik dat heb gelezen, dan neem ik dat toch mee. Dat was misschien niet zo'n goed idee. Maar ja, ondanks dat wilde ik toch wel heel graag weten hoe het afliep. Maar goed, in de volgende boekreview video zullen jullie daar wat meer van horen. Ik heb nu de boekreview video opgenomen voor zaterdag van januari. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat voor jullie is. Alleen ik zat een beetje met het licht. Ondanks dat het licht goed was, ging de zon er een paar keer doorheen. Dus dat was even minder prettig. Dus ja, vanavond begin ik met een nieuw boek. En dat is ook wel fijn, want ik ga nu weer op een vervolg over van een ander boek waar ik ook heel benieuwd naar ben. Ik ga nu even eerst de kattenpak doen. Dan ga ik daarna hier even lekker stofzuigen, want alles kriebelt. Ik heb nu mijn zwarte legging aan, maar die gaat ook straks in de was. Ik ga zo ook even een wasje aanzetten. Ik had de laatste tijd een zwart huispak aan. Naar het douchen vind ik het lekker om een huispak aan te trekken, maar ook die begon heel erg te kriebelen. Dus die heb ik ook in de was gedaan. Ik ga even een muziekje aanzetten en mijn dingen doen. Ik probeer jullie gewoon vandaag zo ver mogelijk bij te zetten. Ze hebben net gegeten. Ik heb de groenten net afgehaald. Alles is klaar. Ik ben er ook zelf gewoon echt even klaar mee. Toen denk ik wel eens, waarom komt alles elke week terug? En normaal vind ik het helemaal niet erg. Maar het stond me vandaag zo tegen dat ik gewoon, ja, met schoonmaken. Het zat gewoon allemaal niet helemaal lekker zoals ik het wilde. En dan gaat je tijd zo hard. En dat maakt op zich niet uit. Want ik heb alles gewoon gered. Alleen mijn stofzuiger die wil ook niet echt lekker zuigen. Die, als ik zeg maar de stang eraan zet, dan zuigt hij helemaal niet. Dus ik moet alles op mijn knieën doen met alleen de slang. Ja, dat neemt gewoon extra tijd in beslag. Dus ik moet er echt even naar kijken. Ik had al even gegoogeld al. Maar die recensies die waren ook niet heel positief. Want iedereen duidt deze stofzuiger niet aan als een slechte stofzuiger. Omdat hij zijn zuigkracht verliest. Dus dat is gewoon even drama nu. Ja, met kattengriet, ja, is het gewoon wat moeilijker soms. Maar goed, voor nu is het allemaal weer klaar. De douche is lekker klaar. Nou ja, de gang, voor zover dat weer netjes blijft. En ik heb het nu ook wel echt gehad. Vanavond kijk ik 4 handen op 1 buik.
En Marriage at First Sight kijk ik dan daarna even. Dat neem ik op. En dan neem ik Five Days in Sight ook op. Uiteraard kijk ik Lee en Rex. En ik moet nog foto's bewerken. Ik moet nog even een artikel schrijven. Dus gewoon even wat computerdingetjes. Misschien de vlog nog verder afmaken. Want die is nu al zo ver af. Dan hoef ik het morgenmiddag niet te doen. Dan kan ik nog weer wat anders doen na het schoonmaken. Dus ik ga gewoon even kijken hoe het verder verloopt. Maar voor nu ben ik in ieder geval klaar. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan natuurlijk door op het rondje op mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. En daar kun je dat belletje aanzetten. En dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. Vond je deze video leuk, dus zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je gewoon bij een nieuwe video weer te zien. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende.